Hoi, ik ga vandaag de Disney Tag doen. Dat zijn 7 vragen over Disney. Ik ben zelf best wel Disney fan. Vooral, ja, ik vind het heel erg leuk om regelmatig naar Disneyland Paris te gaan. Het liefst 1 keer per jaar. Maar ja, ja, ja. Er is nog 1 grotere Disney fan dan ik. Er zullen er wel meer zijn, maar mijn broer was echt heel, heel groot Disney fan. Wij gingen 2 dagen naar Disney en 2 dagen naar Parijs. En na 2 dagen Disney zei hij, ik wil die andere dagen ook naar Disney. Dus toen is hij alleen naar Disney gegaan. Dit is hij met Mickey. En ja, hij vond het echt zo leuk. Hij kon er echt geen genoeg van krijgen. En hij was ook een beetje van de feitjes van Disney. En ik heb ook mijn DVD-collectie op het moment. Ik weet niet of je het ziet, laat het daar wat beter zien. Aan hem te danken, omdat ik het allemaal heb overgenomen. Dus Disney. Vraag 1. Wat is je favoriete Disney film? Dat is echt super moeilijk, want er zijn zoveel films. Ook, ja, ik vind nu de films van tegenwoordig zijn nog zo erg anders dan vroeger. Ja, echt mijn favoriete film op het moment, mijn Disney film, is Rapunzel, Tangled. Ik heb die echt de laatste tijd zo vaak gekeken en ik heb ook echt soms zo moeten denken, ik had echt zin om Rapunzel te kijken. Het is meer, ja, het is echt wel van deze tijd meer animatieachtig. Niet echt meer dat oude tekenfilm, weet je wel, dat effect. Dus, maar ik weet niet, ik hou zo van die film. Ik weet ook niet echt precies waarom, maar hij maakt me altijd heel erg blij. Ik vind vooral, ja, ook heel de beelden zijn zo mooi. Met die lampionnen op dat water en haar als de bloemen erin zitten. Is echt zo, ja, het is heel girly, de film. Maar ook zeker wel leuk voor jongens. Maar ja, op dit moment is het echt mijn van. Ah, feel good film. Ik vind hem echt super leuk. Vraag 2. Welke prins wil je zijn? Ik vind dat best wel moeilijk. Want ik weet niet. Ik heb nou niet echt zitten denken van zo. Ik weet niet. Ik vind Disneyland vind ik het ook nooit interessant om met de prins op de foto te gaan. Of om die te kijken. Ik weet niet. Het zit altijd een beetje van die macho figuren. Dus welke ik dan misschien waarschijnlijk wel het leukst vind, denk ik. Misschien is Aladdin, omdat hij in het begin natuurlijk nog geen prins is. Dus ja, hij is gewoon heel, ja, chill. Hij geeft niet veel om materialistische dingen, of om rijk zijn of om geld. En met zijn aapje, Abu, is ook heel schattig. Dus ik denk Aladdin, omdat hij gewoon, ja, meer zichzelf is en niet stoer en macho. Waar ik echt helemaal niet van hou bij mannen. Vraag 3. Welke prinses wil je zijn? En ik denk Ariel, omdat, ja, haar is zo mooi rood. Het is echt wel een beetje van, ja, ik heb ook rood haar. Huh? Maar haar, weet je, is zo mooi en zo bam rood. En ja, ik weet niet, ik hou ook heel erg van water en zwemmen, dus dat lijkt me heel fijn. En heel veel met de dieren samen, lekker praten met de dieren. Mijn eigen visje, botje, lijkt me heel leuk. En dan uiteindelijk toch wel een mens worden en dan de liefde vinden. Wow. Welk karakter lijkt je het meest? Dus dat mag een prinses zijn, maar dat kan net zo goed, weet je wel, een botje zijn. Of Nemo, of wie dan ook. Ik denk Bella, omdat zij heel nuchter is. En alle andere prinsessen zijn zo overdreven, vrouwelijk en... Ik weet niet, ik ben helemaal niet zo. Zij is vrij nuchter en... ook heel erg in zichzelf. Ze kan zichzelf prima vermaken. Bijvoorbeeld met boeken en zo. Dat heb ik ook wel. Ze geeft heel veel om haar vader. Dus het is heel erg, weet je, dat is haar leven een beetje. Dus ja, ik weet niet. Ja, ik kan me denk ik daar wel het meest in vinden. Ze is helemaal niet bezig ook met, ja, met andere dingen. Ze leeft gewoon nu en daar is ze blij mee. Dus dat is wel mooi. Vraag 5. Wat is je favoriete liedje? En er is één... Maar echt maar één liedje wat ik helemaal kan meezingen. Wat ik regelmatig gewoon buiten zing. Of als ik met ergens ben. Dat ik spontaan dat begin te zingen. Dat vind ik ook echt heerlijk. Ik weet niet. Ik weet niet waarom precies dat liedje. Omdat het ook heel overdreven is. En hoog. Ik kan niet zingen ofzo. En ik heb nu echt heel erg last van mijn keel en zo. Maar toch. Dat is mijn wens van de kleine zeemermin. Zeg gewoon. Wat hier dan ligt. Zoiets is toch een geweldig gezicht. Vind jij mij dan niet een kind? Een meisje dat alles heeft. Ik wil eens zien hoe die mensen dansen. Zij lopen rond op die... Hoe noem je die? Oh, voeten. Niemand zal mij daar op het land. Hoop ik
ooit een standje geven. Daar zijn paatjes en nanaatjes heel tolerant. Dat is mijn wens. Net als mens. Wij hen te zijn. Ik vind ook echt dat ik echt zo precies weet wanneer ze gaat zuchten. En ik weet niet, ik vind het echt heel goed. Ik weet niet. Vraag 6 is echt een beetje een rare. Nou, niet een rare, maar een stomme vraag. Wat is je favoriete Disney park? En dat is gewoon zo moeilijk als je in Nederland woont. Want er is maar één park wat redelijk dichtbij is. En dat is die in Parijs. Maar er zijn er zoveel meer op de wereld. En helaas heb ik er nog niet meer gezien. Het is echt wel mijn droom om echt, weet je wel, in Amerika en zo de grotere parken af te gaan. Het is voor mij nu echt een onbereikbare droom, lijkt het. Maar ik weet zeker dat het ooit gaat lukken. En ja, ik weet niet. Het is voor mij zoveel groter. En ook echt, die Disney-kastelen zien er zo anders uit. En ik weet dat er ergens een park is in Amerika. Die heeft ook een heel gedeelte van de Rapunzel-film. Dat het echt, weet je wel, dat je een beetje die setting en zo ziet. Met dat, ja, met het stadje daarvan. En oh my god. Ah, ik weet niet, ik kan echt niet wachten. Dat lijkt me zo leuk, weet je. Ik vond het al helemaal leuk toen de Disney Movie Studios kwamen. Daar ben ik echt helemaal gek van. Dus als, misschien moet ik gewoon zeggen, deze vraag het originele Disney park in Parijs of het de movie studios. Wat echt een super moeilijke vraag is, want het is weer totaal twee andere werelden. Maar op dit moment moet ik zeggen de movie studios. Omdat ik echt toen daar was. Ik vind het zo leuk om de dingen achter de film te zien. Dus ja, in die scènes van Armageddon op de Studio Tram Tour. Dat je echt in een scène terechtkomt. En dan dat special effects laten zien. Vind ik echt super interessant. En ook die film, dat je dan, ja, dat er allemaal dingen uit beeld komen. Ik zal geen spoilers weggeven. In het theater. Zo vet. Dus dat vind ik heel leuk. En, oh my god, vorig jaar ben ik voor het eerst in de achtbaan geweest van Nemo, van die schildpad. En ik dacht echt, we hebben echt zo lang in de rij gestaan, want hij ging stuk net voordat we erin gingen. Dus het duurde echt lang. Ik denk dat we 2,5 uur in de rij hebben gestaan. En wij dachten dat het echt een lazy, saai kinderachtbaantje zou zijn. Zo van, ja, leuk familieachtbaan, weet je wel, leuk. Maar wow, ik werd echt zo verrast. Het is echt zo'n spacende achtbaan. En het is zo tof. En ik wil echt, ik kan echt niet wachten tot ik er weer in kan. Ik dacht echt, ik ben helemaal niet van heftige attracties. Dus ik had echt zoiets even van, wow, dat had ik echt niet verwacht. Maar toch wel heel tof. Want dat ding, dat bakje gaat dus maar draaien. En er zit geen logica in. Je hebt geen idee welke kant je opgesleurd, geschud wordt. En er op de muur staan, gaan allemaal spacende lichten en voorwerpen. En oh my god. Het is echt zoals in die film dat die schildpadden zo keihard gaan zwemmen. Het is zo, wow, het is zo vet. Het is wel echt even wat je denkt, wow, dat had ik niet verwacht. Best wel heftig, maar zo tof. Dus daarom is ook dat park mijn favoriet. Omdat er allemaal van die attracties in zitten. Die net even wat heftiger zijn en anders dan je verwacht. Welke van de originele figuren is je favoriet? Dus Minnie, Mickey, Donald, Goofy, Pluto, Donald, weet ik het. Allemaal die. Ik weet het niet. Ik vind het echt super moeilijk. Want Mickey vinden we allemaal leuk. Ik denk dat Mickey, dat je daar echt het langst voor me in de rij moet staan om mee op de foto te gaan. En ik weet niet. Ik vind het zo moeilijk. Ik denk gewoon heel standaard Mickey. Gewoon omdat die polka dot vind ik wel leuk. En ze is wel schattig. Maar ze ziet toch ook een beetje, weet je wel, 50's uit. Ja, ik denk zij. En dat is ook, ja, de zwart meisje. Maar goed. Dat was dit de Disney Tag. Ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Peace out. Het is er. Oh, ik denk, waar ben je nou?
Wat ben je aan het doen? Ik ben een filmpje aan het opnemen. Oh, sorry. Oh, sorry.